Ik heb zelf ook op een gegeven moment gedacht van nou, ik stop ermee, want het is te veel. Dat zou zijn een jaar of vier dat je begint met Lego. En dat stond natuurlijk altijd bovenaan mijn verlanglijstje, van zowel Sinterklaas als mijn verjaardag. En dan was het altijd weer feest als ik een pakje had en dat rammelde. Dus dan dacht ik, hé, dat is weer Lego. Ik heb jarenlang op een hobbybeurs gestaan in Leeuwarden. En daar maakte ik eigenlijk altijd wel iets voor op het water, voor bij de radiografische sleebootjes. En toen vroegen de jongens van de radiografische bootjes, wat is nu het volgende wat wij kunnen gaan slepen? En toen zei ik, ik bouw misschien de T-half wel na. En toen zeiden ze, de T-half, weet je wel hoe groot dat dan wordt? Ik zei, nou, ik heb geen idee, want ik had hem nog nooit in het echt gezien. Ik had er nooit tekeningen gezien of een ander schaalmodel. En toen gingen die jongens dat voor mij opzoeken en een beetje uitrekenen. Toen zeiden ze, ja, als je hem na gaat maken van Lego op de schaal van onze sleebootjes, dan wordt die 4 meter lang, 1 meter 75 breed. En als de hijskraan omhoog staan, worden ze 4 meter hoog. Ja, en toen dacht ik van, gaat me dat wel lukken? Ik ben verschillende projecten op het schip tegengekomen, waarvan ik dacht van, nou, hoe zit het in elkaar? Ik kan het niet op foto's vinden of op de tekeningen die ik had gekregen. En dan had ik een persoon aan boord en die stuurde ik een appje. En als met de vraag van, oh, zou je daar een foto van kunnen maken? En dan zei je natuurlijk, loop er even naartoe. En dan had ik vaak binnen een half uur of een uur had ik een foto van dat wat ik wilde hebben. En dan stond hij, dan kon ik er aan een foto zien. Ik denk, waar sta jij man? Waar sta je? Heel hoog op het schip. En op één foto kon ik heel duidelijk zien dat hij hierboven, zo'n beetje stond. En ik heb nu ook een poppetje geplaatst met een fototoestel aan Ode, aan hem. Zo van, dat ben jij. En hij is hier ook geweest. Ik heb ooit een grote brug gebouwd, daar hield ik de uren precies bij. Dat heb ik hier ook bij geprobeerd, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Het enige wat ik kan vertellen is over dit schip is dat hij 250, 260 kilo weegt. En ik heb er dus 7 jaar over gedaan. Waarvan 2 jaar eigenlijk weg zijn gevallen door een operatie en dat ik er helemaal geen zin meer in had. Toen heb ik aan de kant gezet en stond op het punt om weer af te breken. Ik hoefde niet in te zitten over de Lego. Dat is mijn eigen Lego allemaal. Ik had alles van tevoren gesorteerd met mijn dochter. En dus, op een gegeven moment kon ik wel zien van nou, dit gaat wel lukken. Ik moest natuurlijk 14 reddingssloeps gemaakt voor de T-half. En toen dacht ik, nou, als dank voor het sorteren. Wat Eva, dat was best wel veel avonden heeft geholpen. Ik denk, maak ik een roze-paarse reddingssloep. Ja, super mooi, super groot en natuurlijk super knap van mijn vader. En ik kreeg op een gegeven moment ook van iemand een berichtje terug van de foto's van jouw T-half hebben de echte T-half bereikt. En de kapitein die was ontzettend onder de indruk en die heeft je hierbij uitgenodigd om straks in december, als hij terug is in Nederland, om dan een keer langs te komen om op het schip rond te kijken. Dus dat is wel heel bijzonder. Het heeft even geduurd, maar ja, het is toch gelukt.